Peter van der Slot, tijdelijk een BN'er. Een bekende Noordwijkerhouter of een bekende Nederlander? Wat was het de afgelopen week? Ja, vooral bekende Noordwijkerhouter, denk ik. Ging toevallig net nog even snel een boodschapje halen. Ja, dan merk je meteen dat iedereen je aanspreekt. En iedereen er zoveel zin in heeft en zo naar uitkijkt naar die wedstrijd. Dus ja, dat is wel heel leuk om mee te maken. Nou, maar even terugkomend op die wedstrijd tegen Den Bosch. Ik denk dat jij ook landelijk heel veel aandacht hebt gekregen. Ja, klopt. Ja. Het komt ook vooral omdat het door de media heel groot is opgepakt natuurlijk. Ik denk dat elk medium er bijna wel een item over heeft gemaakt. Zelfs afgelopen weekend bij het Jeugdjournaal was er geloof ik wat over VVSB. Dus ja, dan krijg je vanzelf ook wel heel veel aandacht. Ja. Wat is het gekste of het opvallendste dat je hebt meegemaakt? Ja, het opvallendste wat ik toch wel vind is dat er uit Spanje een cameraploeg is overgekomen om ook voor onze reportage te maken. Dat was vorige week, toen hadden wij op maandag had ik een interview met ze en nog een paar andere mensen. En toen bleef die commentator bleef in Nederland, want dan kon hij woensdag ook nog even PSV Atletico verslaan. Dus ja, dat is wel heel bizar dat dat in hetzelfde rijtje zit, een soort, zeg maar. Gewoon in zijn werkweek, eerst VVSB en dan PSV tegen Atletico. Ja, toch goed dat je dan Spaanse les hebt gehad op de middelbare school. Ja, toevallig heb ik dat wel gehad, alleen daar kwam ik nu niet zo ver meer mee. We hebben het gewoon in het Engels gedaan, dus dat was prima. Wat deed dat met jou dat je bestempeld werd als een bekerheld? Waarschijnlijk besef ik het allemaal nog niet zo erg. Voor ons gaat het gewoon zo snel. Wij zijn natuurlijk vooral gewoon aan het trainen en wedstrijden aan het spelen. En ja, alles eromheen, dat krijg je wel een beetje mee. Maar ja, je hebt daarnaast ook gewoon je normale leven. Dat je bent overdag aan het werk, dan ja, dat krijg je niet echt mee. En ja, je collega's dit maken af en toe een praatje erover. Maar ik denk dat straks over een tijdje van de zomer waarschijnlijk, als je het allemaal nog eens terug gaat zoeken en terug gaat kijken, dat dan pas echt het besef komt wat er allemaal gebeurd is. Los van die zegen, het was voor jou ook een persoonlijke overwinning. Ja, absoluut. Ik was er ook erg op gebrand natuurlijk. Ja, het was even een vervelende periode, dus ik wou ook graag mezelf weer laten zien. Ja, dat het dan zo uitpakt, dat is heel mooi natuurlijk. Ja, je had wat twijfels of je bij VVSB wilde blijven. Kruipt het paar schelen bloed weer waar het niet gaan kan? Ja, tuurlijk. Ja, kijk, ik denk dat het logisch is als het even tegen zit en ja, je komt ernaast te staan en je hebt het druk met je werk, dat je ook over andere dingen gaat nadenken. Maar ja, uiteindelijk was de keuze toch niet zo heel moeilijk om hier te blijven. Het is toch, ja, weet je, je gaat niet zo snel weg bij een club waar je je leven voor speelt. En zeker niet, ja, als je ziet, ons team, we spelen allemaal lang met elkaar en we gaan veel buiten het veld ook met elkaar om. Dus ja, dan, als het dan weer goed is, is het ook weer snel goed, zeg maar. Wie wordt je directe tegenstander woensdag? Ja, ik weet nog niet precies hoe we gaan spelen, maar ja, ze hebben wel een paar goede aanvallers natuurlijk, Utrecht. Dus ik denk dat je ze allemaal wel een keertje gaat tegenkomen in het veld, maar... Je hebt niet met speciale gevoelens of met een speciaal gedachte richting Utrecht-Feyenoord gekeken? Nee, ja, ik heb zelf alleen de samenvatting gekeken. Dus verder ook niet heel. Ik heb hem even snel op mijn laptop teruggekeken. Maar ja, we zullen straks op de training wel wat meer doen. Er zijn wel genoeg mensen geweest kijken bij die wedstrijd en ook eerder bij wedstrijden. Maar ja, uiteindelijk moet je het toch zelf doen. Je kan wel alles weten, maar als je zelf niet goed speelt, dan... Word je in de topklasse ook nog aan alle kanten voorbij gelopen, dus daar ook. Dus ja, we zullen gewoon een topdag moeten hebben met z'n allen. Hoeveel kans? 10, 20, 30? Of is dat echt te hoog ingezet? Nou, ik denk dat dat wel te hoog ingezet is. Maar ik denk dat het vooral gaat om de omstandigheden. Kijk, wij moeten geluk hebben dat we of bijvoorbeeld per ongeluk snel kunnen scoren, of dat het heel lang 0-0 blijft, of dat hun rood krijgen, dat soort dingen. Als, het gewoon, als wij een gewone wedstrijd spelen en hun een gewone wedstrijd, dan verliezen we. Er moet wel iets gebeuren. Of wij moeten boven ons uitstegen of een... Werelddoelpunt maken, zo, ja, weet je moet een beetje hopen op een klein wondertje misschien en dan is het mogelijk. VVSB in de bekerfinale, dat zou toch te bizar voor woorden zijn? Ja, als je dat in het begin van het jaar had gezegd, had niemand het geloofd. En ja, nu is het een soort zo dichtbij dat je het bijna gaat geloven. Maar ja, het is te onwaarschijnlijk om echt te gebeuren waarschijnlijk. Succes. Ja, dankjewel.